dit keer Vaderdag. Vaders, ja, de levenslessen die ze geven, dat weet je soms nog jaren later. Maar wat is er als je geen vader hebt? Als je een wees bent, of een half wees? Op deze Vaderdag wil ik met jullie hebben over het weeshuis in Tiel. Hier zien we het Tielse burgerweeshuis. De eerste steen werd in maart 1563 gelegd door Mechtold Nijborger. Ze was een weduwe, heel behoorlijk rijk, en ze heeft de bouw van het weeshuis helemaal bekostigd. Eeuwenlang stond het weeshuis aan de hoogeinde. Vanaf 1905 is een groot pand aan de achterweg gebouwd. In het weeshuis werden meestal 15 wezen tegelijkertijd ondergebracht. De dagelijkse leiding werd in handen van weesvader of weesmoeder gelaten. Die waren lief, die waren streng. Ja, die hadden 15 kinderen natuurlijk op te voeden. De kinderen gingen naar school op de achterweg. De oudere jongens die werden in de bedrijven uitbesteed, om zo maar te zeggen, om daar een beroep te leren. En de meisjes die werden vaak hulp bij de huishouding. In het weeshuis ging alles best wel georganiseerd. Zo hebben we ook een reglement van het burgerweeshuis. En daar staat bijvoorbeeld in artikel 13, de verpleging der wezen eindigt bij het intreden van hun 20ste jaar. Maar ja, dat was wel zo als de kinderen zich gedroegen. Maar als ze toch wel iets zich schuldig maakten aan wangedrag, konden ze wel worden weggestuurd. En niet alleen maar hun eigen wangedrag, maar ook die van hun ouders. Ja, dat is wel best wel bijzonder. Hier hebben wij de naamlijst van het weeshuis vanaf 1899. En in een van de beschrijvingen van de kinderen van de familie Van Doren zie je ook zo'n beschrijving dat de ondersteuning is ingetrokken in 1902 wegens wangedrag der moeder. Nou, zou je eigenlijk bijna benieuwd zijn van wat is er toen gebeurd natuurlijk. Nou, misschien een onderzoek in archieven. De bekendste wees uit het Tielse weeshuis, zeker Gijsbert Stout. Hij belandde in een weeshuis toen hij 12 jaar oud was. Best wel slim manneke, leerde goed en kwam in de leer bij een smid. Hij begon later een eigen bedrijf en zelfs een fabriek aan de oliemolenwaal. En had hij toch wel een zwakke plek voor een weeshuis, want in 1869 heeft hij de weesjes, die hier ook bij ons staan, geschonken aan een weeshuis. De vervanging van de oude versleten exemplaren uit 1793. Later werd Gijsbert ook gemeenteraadslid. En in die hoedanigheid pleit hij ook voor de bootjes om de bestaande pont te versterken. En die bootjes komen wel. Half jaar na zijn overlijden helaas. Maar komende 100 jaar voerden de 3 boten met de naam Gijsbert Stout. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er geen wezen meer in Tielse weeshuis. Nu is het een stichting die het geld en aan andere goede doelen en activiteiten die met jeugd te maken heeft besteed. Ook natuurlijk prachtig om te zien. Fijne Vaderdag!